het Zimmerblomke. Wie steen je bij het Taalmahoes in Vinwaarden en ja, wie ben je om een bijzondere reden? Namelijk ja, om het personeel van afdeling het Hofke te verrassen met een mooi bosje bloemen van Jilderdas Bloemenboutique. Bote en Pietje van der Skaaf gaan het personeel opjoen om hun te verrassen, omdat ze zo goed zwaaien voor hun mem, Ali, die daar al 3 jaar verbloot. Dus ja, we zullen ze even verrassen. Nou, we zijn aangekomen bij het Hofke en dit is de personeelskamer. Dus we zullen het personeel even verrassen. Zien dat ze de bleer naar binnen. Klap je even om. Spannend, ik heb wel van alles binnen. Hallo. Hallo. Wie binnen van RTV NOF en wie hebben een heel mooi bosje bloemen van je. Nou, wat aardig. Ja, leuk. En mogen we misschien even binnenkomen? Ja, zeker. Al je personeel, ja. Je werkt hier op het Hofke? Ja. En hoe lang doe je dat al? Ik werk hier 28 jaar. Dat is een heel tijd dus. Ja. Nou, dan overhandig ik hem ook even aan jou. Heb je misschien enig idee van waar dit het wijzen kan? Nee, geen idee. Nou, het is van de familie van een van de bewoners van het Hofke. Namelijk de bewoner Ali Zwart. Ja, ja. Oké. Die haar band, zeg maar, Bote en Pietje, die hebben je opjoen. Voor een heel mooi bosje bloemen. Oké, nou hartstikke mooi. Om je te bedanken voor, ja, voor de goede zwaren en ja, voor de OMM. Die is hier al 3 jaar, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dus vandaar dat ze hem even hartelijk bedanken willen. Even in het centje willen zetten met het prachtige mooie zimmerblomke. Nou, hartstikke mooi, super. Ja, helemaal verwacht. Je krijgt even een mooi plakje, of net? Jazeker, ja, er is even een heel mooi plakje fysiek. Wist ook iemand die wolle simmerblomke verzinnen? Jouw het onnu strog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het simmerblomke.